Hey, ik ben Meerte en ik ben in Bongen vandaag. En ik sta nu, zoals jullie misschien kunnen zien, in de parkeergarage. We gaan naar de deur toe en die gaat automatisch open. Anders had je ook via deze deur kunnen gaan. Oh, de volgende deur gaat dan weer open. Hier kan je ook met de lift. Maar dat is niet verplicht. Dus wij gaan lekker met de trap. Kijk, dan komen we hier bovenaan. Dan hebben we hier de lift. Maar dan hebben we hier een deur. Waarmee je naar buiten gaat. En dan heb je hier zo'n pleintje. En daar ergens, weet ik niet precies. Daar ergens moet ik zijn. Gaan we naar verder. Nou, dan gaan we de deur open doen. Dan hebben we hier nog een trap. Er liggen allemaal spullen. Als je goed rondkijkt, zie je dat er verbouwd wordt. En dat hier het cultuurhuis staat. Hier wordt dus verbouwd. En hier zie je ook dat er rood lint hangt. En daar is weer een deur. Maar daar ga ik nog niet heen. Want, hallo. Zijn we weer. Gaan wij nog deze trap op. Want ik moet op de tweede verdieping zijn. Loop lekker rechtdoor. Kijk, anders als je met de lift zou gaan, zou je hier uitkomen. Maar dat zijn wij niet gegaan. Dan hebben we hier nog een deur. Oh, wacht, kijk. Hier heb je een mooi uitzicht op de buitenkant, zeg maar. Ik weet niet of jullie het goed zien. Wij gaan in ieder geval weer verder. Hartelijk welkom bij RTV Borne. Wat jullie hier zien is de radiostudio van RTV Borne, oftewel 120 Borne, want we werken samen met 120 natuurlijk. We hebben altijd een microfoon nodig om onze stem te laten horen. Als je inzoomt hebben we hier onze players. Mag wel. Wil je thee? Ja, mag wel. Doe maar thee. En wij moeten ons altijd gaan inloggen voordat wij iets kunnen doen. Want ja, iedereen heeft zijn eigen gedeelte op de computer. Dat kan je ook op de rechterbeeld zien. Dan zie je allemaal jingles van mij. Als ik dat wil laten horen, kan ik dat doen natuurlijk. Ik hoop dat het er goed opkomt. Ga ik bijvoorbeeld naar deze. En dan is deze, die zet ik even open. Eerst even kijken of het geluid goed is. Sorry. Ik heb nou geen geluid. Nou heb ik geluid. Dus doen we het nog een keer opnieuw. Dat is mijn naam jingle. Die gebruik ik natuurlijk altijd bij Hollands op zijn best. Ik zend uit op de maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond van 20 uur tot 22 uur. En hoofdzakelijk Nederlandstalig. Wat heb ik in mijn programma? In mijn programma heb ik natuurlijk de eerste nieuwe single van de week. De tip van de top. En ik krijg elke week muziek binnen. Dus de mails die ik binnenkrijg, dus de post die ik binnenkrijg. Met ons computersysteem, als je erin gaat kijken, dan hebben wij hier een complete playlist. Die wordt door de computer 's avonds om 11 uur gemaakt. Nou, en dan zit ik tussen 8 en 10. En daar zie je dus mijn jingles die ik hier ook heb. Bijvoorbeeld deze. Suiker mag wel. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek. Naast de Holland. Vanuit het hart van Twente. 120 hoor je in Borne op 105.4 FM. En zo staat mijn programma. Wat we hier voor ons hebben, als je inzoomt, dan hebben we allemaal faders noemen we dat. Dit is een mengtafel. Daar kunnen wij de microfoons mee doen. Wij kunnen daar ook andere microfoons. Dus microfoons voor de mensen die zelf presenteren. Microfoons voor de gasten. Dan hebben we deze player. Dus de linker, de rechter, dus die player. En de jingles, dat zijn deze twee. En door met de muis erop te klikken, ga jij een jingle selecteren en dan start je hem. Hey, wat leuk! We hebben vorst. Deze week hebben we
de post gekregen van... Nou, en dan vertel je dus wat voor post je binnen hebt gekregen die week. Zo werkt het eigenlijk. En ja, mochten kijkers zijn die graag ook radio willen maken, die moeten gewoon even een e-mailtje sturen naar info@rtvborne.nl. Bij een van de containers van de verbouwing van het cultuurhuis in Borne. Zoals je kan zien liggen er emmers, Fanta-flessen, laminaat, hout en dozen in. Daar staat nog een container. Dus dan gaan we kijken. Het zijn dozen van Moduleo. En volgens mij is het van... Daar ligt een hele mooie doos. Ja, het is laminaat, want er staat op Design Floor. Ja, dat is echt de allermooiste naam die je kan hebben. En dan zijn daar nog zakken. Ik denk dat daar iets van cement in zit of zand. Dit is volgens mij zand. Of het zijn van die korreltjes, van die... Hier. Dus dat is wat een spul. Ik zou niet weten wat het is. En dit komt dus allemaal uit het cultuurhuis. Nu staan we bij de deur van het theater. Even binnen kijken of als het kan. Dit is geen theater. Oké, okay. Dan gaan we weer verder de deur. En die zit... Daar. Misschien zit daar dan het theater. We zijn namelijk nog steeds in het cultuurhuis, als het goed is. Hier is het theater en zoals jullie zien, het is helemaal verbouwd. Dit is een heel groot theater. Daar is het witte scherm. En daar zijn alle stoelen op elkaar gezet. Zo ziet een leeg theater eruit. We hadden eerst de verkeerde deur, maar nu hadden we de goede deur. En nu gaan wij weer naar... naar... Bonne, denk ik. RTV Bonne. We gaan nu naar de garage toe om te kijken wat daar allemaal zit. Tot zo. Struikelt alsjeblieft. En dit is de deur die niet open kan. Die deden we net vanaf de binnenkant open en die ging niet open. Gaat, dan heb je de trap weer om naar boven te gaan. Nou, daar staan we hier en dan zijn we nu boven. Maar wat we nou gaan doen, dat is editen. En ik kom dan zo meteen weer bij jullie terug. Doei!
Als jullie dit zien, betekent dat jullie tot het eind van de video hebben gekeken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal. Vergeet ook niet op het belletje te drukken, zodat je niets meer mist van dit kanaal. En dan zeg ik tot de volgende keer en later!